Leuk je kijken naar deze nieuwe video van de Mooi Spulgarage. Vandaag gaan we eens een keer iets doen wat misschien bij een hele hoop andere projecten ook nog heel nuttig gaat zijn. Het zal je vast wel bekend voorkomen, je bent aan je motor bezig en haalt alles uit elkaar, netjes weer in elkaar en alle boutjes zijn roestig. Nou, niet vrij natuurlijk, maar ga je ze dan stuk voor stuk schuren of koop je nieuwe? Nou, op dit punt ben ik dus ook aanbeland en in dit geval voor de bouten van de remschijf. Van de café racer, maar dat doet er verder niet toe. En dan kwam ik op internet een techniek tegen die heet elektrolyse. En misschien zal het je van de middelbare school bekend voorkomen van de scheikundelessen. Maar daarmee is het mogelijk om roest van onderdelen af te halen met stroom. Dus we gaan een poging doen. Hiervoor hebben we nodig een emmertje, een bakje. Soda. Een bakje om de onderdelen in te doen. Die ga ik maken van kippengaas. En verder nog wat koperen kabels, wat stukken installatiedraad om te verbinden met een stroombron, de accu. Dus dat gaan we proberen. Ik ga het ook laten zien hoe dat we het doen. En ik heb het ook nog nooit eerder geprobeerd, dus ik ben eigenlijk heel benieuwd of het gaat werken. Dus laten we maar eens beginnen met het maken van een metalen bakje voor hierin. Ik had het idee om het klein te testen met een yoghurtbakje. Dus ik ga een soort bakje maken, een soort netje van... Van kippengaas. Nou, dat lijkt me een prima bakje. Zo. Nou, ik ben zelf wel tevreden met het resultaat. Mooi bakje geworden. Dus die komt hier zo als het ware in te hangen. Dus we moeten eigenlijk nog iets van een stokje bedenken of een plaatje om hem te laten hangen zo. En dan gaan we hem eens vullen denk ik met water en soda. Ik heb gelezen, en dat zal natuurlijk een test moeten zijn, dat het ongeveer 100 gram per 3 liter is. Nou zit natuurlijk maar een klein bakje. Dit is, en er past een kilo yoghurt in, maar we zullen het even afmeten. En het is belangrijk dat het goed oplost. Verder hebben we nog een plaatje metaal nodig wat in een bakje komt te hangen. Dus die ga ik nog maken. En dan gaan we het eens aan elkaar verbinden om te zien of dat het iets doet. Nou, dit stukje metaal kan wel, kunnen we wel missen. Nou, zeg nou zelf, het ziet er toch netjes uit. En wat uit het idee is, is dat je hier de spullen in doet. Aan deze kant de stroom verbindt en aan het bakje. Even uitzoeken welke moet zijn. Nou, hier begon het dus al mee. Deze boutjes, moersjes en spullen zijn allemaal van de remschijf van de XS57 van de Café Racer. Dus die gaan we eens in een bakje gooien, kijken wat er gebeurt.
Dat lijkt wel te werken. Laat het nu een tijdje staan. Belangrijk is trouwens nog dat de metaal dat aan de buitenkant van het potje zit, dat dat dus de plus is. En het object wat je wil ontroesten, dat dat de min is van de accu. Kijk. Als het goed is, zou het er nu af moeten komen. Kun je nou wel een geval dat je chemisch afval te pakken hebben? Dat zou maar naar de milieustraat brengen. Maar ik ga het er maar eens in doen, ik ga het maar eens afgieten en eens kijken of dat het goed eruit ziet. Het is in ieder geval echt een smerige troep geworden. Eens kijken. Nou, de schroeven zien er weer helemaal netjes uit. We hebben ze wel eventjes nageborsteld nog met de staalborstel. Maar ja, ze zijn weer echt heel goed bruikbaar. En we kunnen wel stellen dat de elektrolyse wel een geslaagd experiment is. Ook het bakje waar we het in hebben gedaan, dat is echt... Nou, je kan het zien, het zit helemaal onder de roest, dus echt... Het is goed gelukt. We gaan ze nu weer gebruiken om de remschijven van de motor vast te zetten. Van ons Café Racer project. En ja, hierover een ander filmpje, dus... Ik zal hem ook delen hieronder. En zeker leuk om een keer te kijken. En voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En ja, vergeet natuurlijk niet te abonneren voor ons Café Racer project. En allerlei andere leuke filmpjes. Heb je vragen, tips of andere opmerkingen? Laat ze even achter in de opmerkingen. En altijd leuk om te lezen. En anders tot de volgende.